Vlak voor hun optreden in Den Haag maakten ze even tijd en konden wij aanschuiven in de kleedkamer. We namen sushi voor ze mee en vroegen hoe het was in Japan. Het was heel ver weg, dat ten eerste. Ja, heel ver vliegen ook. En, maar het was wel gelukkig daarom, omdat het zo ver was, was ook echt een andere wereld. En dat had ik ook wel gehoopt. En het was wel leuk. Ja, mensen waren heel, heel stil tijdens de optredens. En heel erg respectvol, zeg maar. Ze durfden bijna niet door je heen te praten of te klappen. Of niet, bijna niet. Ze durfden ze gewoon eigenlijk niet. En dat gaf het wel een hele fijne sfeer. Hoewel je in het begin wel even moest wennen van... Help, wat gebeurt hier, zeg maar. Van die hele stille, lieve Japanners die dan daar zijn zitten te kijken. En hoe komt het nou dat jullie daar zo bekend zijn? Dat weet ik niet. De CD sloeg aan. En ze zijn daar op eigen houtje ook een beetje promotie voor gaan maken. En na een half jaar of zo, toen hadden we het idee van laten we daar eens gewoon eens heen gaan. Het blijft niet alleen bij Nederland en Japan. Ook in Duitsland gaan ze proberen naam te maken. We moeten nu al van die dingen inspreken. Van hallo, we zijn Room 11. Dus wat een nieuwe CD is, ganz toll, ja. Dat soort dingen. En dat doen we natuurlijk met plezier. Dat is allebei enorm goed in Duits wel. Dan moeten we naar televisie en radioprogramma's. En, ja, we hopen dat er überhaupt mensen geïnteresseerd zijn. Want wij weten nog niet of het wel goed gaat. Zeg maar. Tenminste, het is niet zo als zo'n explosie als in Japan aan de hand was. Zeg maar. Dus daar moet je wel echt zorgen dat je het maar in naam blijft rondstrooien. Anders dan blijft het niet plakken. Maar staat het grote Amerika ook in de planning om te gaan veroveren? Nou, we staan... Proberen we over na te denken wat we willen, zeg maar. Het is wel heel belangrijk dat je niet zomaar ergens een beetje lukraak in gaat stappen. We proberen altijd wel een beetje te kijken van, willen we eigenlijk wel in Amerika iets doen? Bijvoorbeeld, daar zitten we over na te denken en over te discussiëren van, stel dat we dat zouden willen, is dat mogelijk überhaupt natuurlijk, maar ook van, wil je dat eigenlijk wel? Ja. En hebben ze nog wel eens heimwee naar Utrecht, de plek waar alles begonnen is? Ik vind het wel leuk om een titel te staan, ja. Dat is toch een soort van... Ja, ik ook. Alleen al het feit dat ik dan een keer gewoon op een fietsje naar huis kan. En dat ik niet gedoe met auto's en zo. Dat ik gewoon lekker kan feesten na afloop. Alleen dat vind ik al leuk, zeg maar. En daarnaast staan gewoon veel mensen die ik ken in het publiek. Dat heeft ook wel een aparte sfeer. Ja, maar ik vind het ook super.